In de Ban Van wordt mede mogelijk gemaakt door Stol Inspection Systems BV, Genuine Engineering en Texan Inspection. Welkom bij de allereerste aflevering van het programma In de Ban Van. Het programma waarin we wekelijks op bezoek gaan bij verschillende ondernemers en verschillende sectoren. En deze week, de allereerste aflevering, staat in het thema van de industrie. We gingen daarvoor naar de MPAC en de Maintenance Next, maar eerst zit ik naast octrooirechtadvocaat Geert Theus. En jullie zijn onder andere gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht. Ja. Waarom is dat nou zo belangrijk voor de industrie? Nou, omdat als je een innovatief bedrijf bent, de kennis en know-how die je in huis hebt, die belangrijkste asset is. En het is heel erg belangrijk om octrooien aan te vragen om ervoor te zorgen dat je het alleenrecht krijgt gedurende 20 jaar. Om ook die technologie en die know-how te mogen toepassen. Interessant, we horen daar zo meer over, maar eerst even naar de beurs. De industrie is nog steeds van groot belang voor de Nederlandse economie. Op dit moment ben ik op de MPAC, waar we live op de beursvloer verschillende producten en machines op het gebied van verpakkingstechnologie in actie gaan zien. Ik ben nu onderweg naar de stand van Stol Inspection Systems. En zij leveren en onderhouden productinspectieapparatuur in voornamelijk de voedselindustrie. Simone, waarom heeft een bedrijf nou productinspectie nodig? Heel veel mensen weten niet, als ze naar de supermarkt gaan, dat al hun voedingsproducten bijna door een metaaldetector of een x-ray machine gaan of door een magneet. Om te zorgen dat er geen boorkrullen in zitten, dat er geen steentjes in zitten of bij wild natuurlijk loodkogeltjes in zitten. En stel je voor, er wordt een verontreiniging ontdekt, wat dan? Als je een verontreiniging ontdekt, dan wordt dat verwijderd. Je kan dat volautomatisch doen, dus met een pusher of met een blazer. Maar als je het in grote dozen detecteert, dan is het eigenlijk met een bandstop en dan wordt het door de lijnverantwoordelijke van de lijn verwijderd. En op een dag heb ik technische problemen met mijn machine? Iedereen in ons team is eigenlijk technisch geschoold, dus iedereen kan je probleem oplossen. Zelfs de salesmedewerkers, ik doe voornamelijk sales. En ik kan het ook. Wat handig. En als het nou echt een probleem is, dan hebben we ook nog een demo-machine vaak om iemand uit de brand te helpen. Want stilstand is heel duur bij klanten. Ik ben nu naast Bob van Landtech. En zij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen, assembleren, maar ook vermarkten van moderne verpakkingsmachines. Ze zijn al 40 jaar marktleider in deze markt en spelen in op verschillende verpakkingstrends. Wat ik nu aan levende lijf ondervind. Bob, vertel, wat doen jullie precies? Wij bouwen machines die dozen opzetten, producten inpakken, dozen sluiten en pallets inwikkelen om transport te verzekeren tegen schade. Ja, je zegt net al de palletwikkelaar. Ik heb begrepen dat jullie bedrijf dat ook ooit heeft uitgevonden. Ja, onze oprichter van Landtech heeft in 1972 zijn eerste palletwikkelaar uitgevonden. En met de Harley-Davidson motor heeft hij de aandrijving gemaakt. En daarmee heeft hij de eerste automatische palletwikkelaar ontwikkeld. Wat maakt jullie bedrijf nou uniek? Als je ervan uitgaat dat wereldwijd 1-2% van alle producten die getransporteerd worden schade ondervindt, dan praat je over miljarden euro's. Wij zijn ermee bezig om met onze machines die schadebeperking op te voeren, zodat er minder dan 1% schade ontstaat. Ja. En daar helpen wij onze klanten mee. Ik sta inmiddels naast Patrick van Technisch Bureau Hemmers en jullie zijn specialist op het gebied van vacuümtechnieken. Klopt, wij bieden oplossingen op het gebied van vacuümtechniek en alles wat met producthandling te maken, dat wil zeggen oppakken van producten en we afleggen van producten. We hebben hier een aantal voorbeelden. Een plaat met de ribbels erop is altijd lastig om met een hele normale zaadnagel te pakken. Daar heb je wat meer volume van nodig en een ander soort afdichting. Houd die er maar eens op. Nou, je zult zien, hij zit heel vast. Ja. Ga je dat met een andere zaagnaal proberen, dan wordt dat gewoon heel lastig. Ja. Er komt te veel lekkage. Heb je ander type zuignap en misschien ook een ander soort type vacuüm voor nodig. Ik snap de techniek. Bieden jullie nou ook nog een soort totaaloplossing voor bedrijven? Ja, als wij niet met standaard componenten uit de voeten kunnen, dan vervaardigen wij zelf onderdelen en de totale oplossing naar de klant toe. Bouwen wij, leveren wij en testen wij volledig af bij de klant. Interessant, ik vond het leuk om zo te zien. Voor het volgende item de focus op klimaattechniek, want Colt International heeft een wel heel bijzondere filosofie ontwikkeld. Maarten, vertel, wat doet dit bedrijf? Ons bedrijf is actief in de klimaatbeheersing. We hebben vier segmenten.
Dat is brandveiligheid, industriële klimaattechniek, zonwering en service en onderhoud. En een frisse fabriek, wat houdt dat concept in? Een goed werkklimaat met voldoende verse lucht, goede aangename temperaturen, comfort in zijn algeheelheid, zodat werknemers, mensen, personeel actief kunnen produceren. Wat zijn nou de voordelen? Voordelen zijn een lager ziekteverzuim, hoge productiviteit, minder kans op fouten, een hogere aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt, een lage TCO, total cost of ownership. En daarmee bereikbaar en betaalbaar voor zowel de grote industrie als ook de kleine ondernemer. Werk je dan ook nog met bepaalde certificaten? Als het bedrijf voldoet aan alle normen, dan kunnen wij dat certificeren. En vandaag hebben wij een uitreiking van een certificaat, een feestelijk moment op de MPAC. Gespecialiseerd in het afvullen van producten waarvoor reguliere oplossingen niet werken of het product te veel beschadigen. Daarin is Schuttermachines BV gespecialiseerd. Henry, wat doen jullie precies? Nou, wij maken afvulmachines voor preform verpakkingen. Dat zijn kunststofbakjes die al voorgevormd zijn, die we ontstapelen, vullen, eventueel een garneringtje erop aanbrengen, een sieltje voor de versheidsgarantie, een dekseltje erop en naderhand kunnen we dat nog uitbreiden tot volledig automatisch systeem. Wat zijn moeilijke producten? Nou, moeilijke producten moet je denken aan bijvoorbeeld een filet américain. Een product wat vers vlees is met een saus er doorheen. Dat kan je niet te snel doorpompen of verhandelen, want dan druk je het product uit elkaar. Daar zijn wel trucjes voor nodig. De kant-en-klaarmaaltijden hebben niet een heel positief imago. Nee, dat klopt. De kant-en-klaarmaaltijden in de oude situatie werd altijd heel veel gekookt, teruggekoeld en weer gekookt. En met ons systeem doen we de producten eigenlijk vers in het bakje, waardoor we hem sluiten en dan pas gaan koken. En doordat het gesloten is, blijven eigenlijk alle voedingswaarden en nutrities die blijven behouden. Prins Verpakkingstechniek levert al 40 jaar weeg- en verpakkingsoplossingen in brede zin. Maar voordat we bij ze op bezoek gaan, eerst nog even wat vitamintjes opdoen. Jan, wat voor machines maken jullie? Verpakkingsmachines dus, horizontale verpakkingsmachines, verticale verpakkingsmachines. Hoofdzakelijk voor zakmodellen, maar we doen ook schaaltjes verpakken. Het is eigenlijk heel breed. Welke diensten levert het bedrijf? Niet alleen de machines, maar ook de servers daarbij. We verkopen eigenlijk wereldwijd. We proberen de klanten te ontzorgen dat zij bij één aanspreekpartner terecht kunnen voor een totaalpakket aan wegen en verpakken en doseren, het hele pakket. En als je nou kijkt naar de ontwikkeling in de branche op dit moment? De huidige ontwikkeling ligt meer in het milieuaspect. Daar proberen wij mee te denken. Dat kan zijn een papieren verpakking, maar dat kan ook een ander soort verpakking zijn waardoor de hele keten milieuvriendelijker is. Dit is wel een heel speciaal jaar natuurlijk voor jullie, want jullie bestaan 40 jaar. Ja, we zijn in 1979 gestart. In Nederland werken we met 14 mensen. Dus met elkaar hebben we 200 jaar ervaring. Dus symbolische staat van dienst, denk ik. De volgende stand die op het programma staat is die van PWR Pak. Een sterk groeiend, internationaal, toonaangevend robotsysteemleverancier met al meer dan 20 jaar ervaring in de voedselverpakkingsindustrie. Alexander, hoe zou je jullie strategische positie op de markt omschrijven? We zijn klein genoeg om flexibel en wendbaar te zijn, maar ook groot genoeg om ook te concurreren met de grote jongens in hetzelfde veld. Hoe blijven jullie nou eigenlijk vooruitlopen op de ontwikkelingen in de industrie? Als je juist focust op waar je goed in bent, dan weet je ook dat je daarin in kan excelleren en ook het verschil kunt maken in de markt. Wat maakt jullie uniek? We zijn technologisch gedreven. Wij focussen ons op software, distributiesoftware, wat de robot slim maakt. Wij focussen op grippers, dat we altijd optimaal van het product van A naar B kunnen bewegen. Wij focussen op 2D en 3D vision, wat het in staat stelt om ook een stukje kwaliteitscontrole voor een klant te doen. En de robots zelf zorgen dat die zo licht mogelijk worden om zo snel mogelijk en effectief te kunnen bewegen. Irma, we zijn aan het einde van de beurs gekomen. Ja. Hoe was het? Het was fantastisch. We zijn zo gelukkig met het resultaat wat we de afgelopen 2 dagen hebben bereikt met deze events. We hebben de totale supply chain van de verpakkingsindustrie bediend. En iedereen is met een goede totaaloplossing naar huis gegaan. En dat doet mij heel erg deugd. Wat maakt deze beurs nou zo leuk, denk je? Nou, wat hem zo goed maakt is dat hij heel actueel inspeelt op de thema's. Natuurlijk die levende verpakkingsindustrie. En daar gebeurt nu eenmaal heel veel in. Denk bijvoorbeeld aan de issues met duurzaamheid. Daar wordt heel goed op ingespeeld met de lezingen die hier gehouden worden. En de exposanten die daar de praktische oplossing voor bieden, waardoor de bezoeker met een directe oplossing aan de slag kan de volgende dag. Nou, dat is goed gelukt. Leuk om het hier weer af te sluiten. Dankjewel. Proost. Geert, we hebben net gezien dat op zo'n beurs heel veel nieuwe ontwikkelingen bekend worden gemaakt en dat de hele branche aanwezig is. Ja, klopt. En waar je dan heel goed op moet letten, is dat voor je je nieuwe ontwikkelingen toont, zodat je je octrooibescherming op orde hebt. Want op het moment dat je die producten toont en je hebt nog geen octrooi aangevraagd, kom je niet meer voor octrooibescherming in de aanmerking. En we zien
helaas in de praktijk dat dat heel erg vaak fout gaat. Belangrijke tip dus. Meer hierover na de reclame. Welkom terug bij het programma In de Ban Van. Deze week zijn we in het teken van de industrie. Ik ben op bezoek bij octrooirechtadvocaat Geert Teeuws. Ik ga zo meteen nog meer met hem in gesprek, maar eerst nog even naar de beurs. Ik sta nu voor Rotterdam Ahoy, waar de Maintenance Next beurs plaatsvindt. En daarbij staat industrieel onderhoud centraal. We staan nu voor de stand van Flowserve, marktleider op het gebied van Flow Control Solutions. Dat houdt in het ontwikkelen en produceren van pompen, mechanische asafdichtingen en kleppen. Bart, wat zijn jullie afzetmarkten? Onze belangrijkste afzetmarkten dat zijn raffinaderijen, dus de olie- en gasindustrie, de chemie, powerindustrie en watermarkt. We hebben in Nederland ruim 750 mensen werken. Die zijn verspreid over ongeveer 6 locaties. En de grootste, dat is de aftermarktcampus in Etten-Leur. Heb je nog een leuk project waar jullie op dit moment mee bezig zijn? Jazeker. Iedereen in Nederland kent natuurlijk de afsluitdijk. We zijn in samenwerking met Rijkswaterstaat bezig om de dijk beter geschikt te maken voor de toekomst. Dus door middel van 6 grote pompen wordt Nederland in de toekomst nog beter beschermd tegen het water. Zijn jullie nog bezig met talentontwikkeling? We hebben een interne bedrijfsschool en daarmee krijgen BBL3-studenten het gehele praktijkgedeelte in de opleiding. En daarna kunnen ze bij ons in dienst komen. En de toekomst? Een hele interessante ontwikkeling is de exponentiële toename in data in de markt. Dus we proberen steeds beter met die Internet of Things technologieën te kijken wat we daadwerkelijk met die data kunnen. We verwachten in de toekomst dat onderhoudspersoneel en operators door deze technologieën beter in staat zijn om op de juiste momenten de juiste beslissingen te nemen in deze branche. Wel zo belangrijk. Zeker weten. Texan Inspections is sinds een half jaar onderdeel van Asset Insight. Binnen de industriemarkt zijn ze voornamelijk bekend om een remote visual inspections. Peter, vertel, wat doen jullie? We kijken met camera's ergens in, omdat we er niet in willen of in kunnen, want het is onveilig of gevaarlijk. Hoe doe je dat dan? Nou, zal ik dat even laten zien? Daar hebben we een paar inspectiemiddelen voor. Ja? Dit is een video-endoscoop, waarbij we met een camera door middel van kleine openingen dingen in beeld kunnen brengen. Hier is bijvoorbeeld een baldrone, waarbij we in een tank of een vat naar de bovenkant kunnen vliegen om daar de corrosiefenomenen vast te stellen of andere problemen die er zijn. Dit is een inspectietractor. We gebruiken deze voor leidingen te inspecteren in het horizontale vlak, waarbij we ongeveer 500 meter ver kunnen om daar schades, vervuiling of andere zaken kunnen detecteren. En dan het laatste model wat hier staat? Ja, dit is onze magnetische crawler. Omdat we niet die tanks en vaten in willen, omdat het onveilig is. Omdat we geen stellingmateriaal willen bouwen, gebruiken we deze om langs de wand omhoog te rijden. En vanuit die positie alles in beeld te kunnen brengen. Standaard denken resulteert vaak in standaard oplossingen. En dat is nu juist wat Genuine Engineering met hun unieke oplossingen wil doorbreken. Unieke oplossingen door unieke mensen. Ja, ik noem ze ook wel eens gepassioneerde vakidioten. En hoe trek je die dan aan? Mensen zeggen altijd, denk out of the box. Maar wij halen de box gewoon weg. En wat bedoelen daarmee? Haal de regels weg, haal de limitaties weg. Zorg ervoor dat mensen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid hebben om tot oplossingen te komen. En laat ze gaan. Leg ze los in de situatie en dan komen ze tot de meest fantastische oplossingen. Hoe specialiseer je nou in de breedte? Wij specialiseren ons in de breedte door heel veel verschillende disciplines in huis te hebben. Van industrieel programmeurs tot mechatronicers en elektrotechneuten. Maar wij passen onze skills ook uit in verschillende sectoren. Dus in de maritieme sector, maar ook in de logistieke sector. En soms verwacht je niet dat de ene oplossing in de ene sector wel kan en de andere niet. Ja, dus zo kom je tot interessante uitkomsten. Hele interessante. Walvtijd opereert internationaal in de olie en gas en in de procesindustrie, zowel onshore als offshore. Een van de belangrijkste olie- en gasbedrijven ter wereld maakt al gebruik van een van hun toepassingen. Jeroen, jullie hebben een oplossing bedacht. Inderdaad. Wat houdt het in? Wij hebben een oplossing bedacht voor het probleem van lekke afsluiters. Wij hebben een vacuümslot waarmee je in de bleedsectie een onderdruk creëert, waardoor een lekkage door de eerste afsluiter nooit meer door de tweede afsluiter kan lekken. Dat wordt dus fysiek onmogelijk. En het werkt zowel bij dubbele blokken bleed, maar ook bij enkelvoudige afsluiters met twee zittingen in een huis. Dan trekken we vacuüm in het huis, waardoor de klep 100% dicht wordt. En hoe wordt de klant daarmee geholpen? Nou, de klant heeft altijd het dilemma dat er veiliger werk moet worden. En heeft ook altijd het dilemma dat eigenlijk bijna al zijn afsluiters niet echt helemaal dicht zijn. Met deze oplossing kan de rest van de plant in bedrijf blijven.
terwijl ze toch veilig kunnen werken. Dus die combinatie van het veilig werken en de rest van de plant in bedrijf met lekke afsluiters is uniek in de wereld. Zijn er nog meer voordelen? Het is heel goedkoop en ja, je wordt heel voorspelbaar in het uitvoeren van je onderhoud. Mijn volgende afspraak is met Mark van GCM. En die staan hierachter. Mark, vertel, wat doet dit bedrijf? Wij zijn een bedrijf dat voornamelijk maintenance doet. Zowel het standaard dagelijkse onderhoud als shutdowns en stops die er bij grote bedrijven gedaan worden. Dat is één tak van sport die wij doen. Een andere is alles rondom constructie in specifiek voor bulk en recycling. En dus constructie van de transportsystemen in dat soort van bedrijven. En dan nog een derde tak van sport. Ja, bij bulk en bij recycling komt veel stof kijken. Mm-hmm. Dat stof moet verwerkt worden, dat doen we dan ook. Dus ook in de ontstoffingsbranche zijn we zeer actief. En in welke landen zijn jullie actief? Voornamelijk België, Nederland, een beetje Noord-Afrika en deels Frankrijk. Ja. Ja, hier en daar nog wat exotische uitspattingen, noem ik het dan maar even. Maar voornamelijk die landen. Wat denk je dat jullie zo uniek maakt? We zijn een familiebedrijf en de gebondenheid en de gedrevenheid van een familiebedrijf speelt zeker een rol. We hebben heel veel competente medewerkers en ik denk dat daar het verschil gemaakt wordt. Ieder succesvol project begint natuurlijk met een goed idee, maar ook met een gefundeerde inschatting van de kosten. Cost Engineering levert solide kostencalculatiesoftware en services op basis van best practices die zichzelf al hebben bewezen. Elmer, wat is een turnaround? Je moet je voorstellen dat één keer in zoveel tijd je een gigantische hoeveelheid onderhoud moet uitvoeren op fabrieken. En dat zijn momenten waar soms wel duizenden mensen in één keer samenkomen. Het grootschalig onderhoud in één keer uit te voeren, soms in een paar weken tijd. Nou, dat duurt soms jaren om voor te bereiden. Dus dat is een best een grote challenge voor veel bedrijven om het goed te doen. En tegen wat voor problemen lopen mensen dan aan? Het gaat er tegenwoordig heel erg om digitalisering. Dingen nauwkeuriger begroten en beter kunnen controleren achteraf. Ja. En jullie hebben een software ontwikkeld? Klopt. Het idee is daar om op een geïntegreerde manier informatie binnen te krijgen over wat moet er gebeuren. Kunnen wij dat snel begroten, in de tijd plannen en daarnaast ook weer bewaken. Dus een geïntegreerde oplossing waar informatie eigenlijk binnen één systeem blijft en beschikbaar is voor veel mensen. Dus een veel efficiëntere manier om snel iets voor te bereiden. En wat doen jullie nog meer? We hebben onze eigen academy waar we mensen leren om in dit vakgebied te opereren. Stand van Oranjeberg en ik sta nu naast Jorik. En misschien kan je beginnen om te vertellen wat jullie precies doen. Wij verkopen voornamelijk producten met industriële toepassing. Zo hebben wij agentschap en resellerschap van een aantal merken en leveranciers in bepaalde territoria. Zo werken wij bijvoorbeeld alleen in Nederland met een bepaald merk, maar kunnen we ook heel Europa bedienen met een ander merk waarvan wij producten aanbieden. Wat is jullie doelgroep? Onze doelgroep is voornamelijk de oil en gas industrie, maar we zien ook bijvoorbeeld de metaalindustrie, de binnenvaartschepen, de FPSO's, echt de industrie in de breedste zin van het woord. Waarom deze beurs? De Maintenance Next is de toonaangevende beurs voor de eindgebruikers die op zoek zijn naar nieuwe leveranciers, naar innovaties in de industrie. En ik denk dat wij ons bedrijf daar mooi in het straatje kunnen plaatsen. Deze beurs is voor ons ook een springplank, omdat we pas een jaar draaien. En om naamsbekendheid te creëren in het Rotterdamse hebben we gekozen om op deze beurs te staan. En doe je nog wat met het thema Aging Assets? Ja, absoluut. Wij proberen altijd mee te denken met onze klanten door een zo duurzaam mogelijke oplossing aan te bieden. Kunnen we bijvoorbeeld de levensduur verlengen en daarmee de total cost of ownership verlagen van de cliënt. Ik heb afgesproken op de stand van Sumitomo Hansen en zij maken al 95 jaar hun eigen reductiekasten. Sebastian, hi. Wat doen jullie precies? Wij zijn een tandwielkastenbouwer. Wij maken sinds de jaren 20 reductiekasten. We zijn begonnen in de haven van Antwerpen. En ondertussen maken wij die ook voor de wereldwijde markt voor de zware industrie. En wat maakt jullie positie uniek? Wij zijn nu als eerste tandwielkastenbouwer begonnen met het monitoren van randcondities van het tandwielkast, zoals de oliekwaliteit. Het doel daarvoor is eigenlijk om de standtijden dan van de reductiekasten te verhogen, zodat er geen ongeplande stilstanden zijn voor, bij onze klanten. Dus dat is ook de toegevoegde waarde voor de klant dan? Ja, inderdaad. Want stilstand is natuurlijk een ongewenste kost in fabrieken. Kan de klant ook bij jullie dan terecht voor het onderhoud? Ja, dus wij produceren de tandwielkasten, maar daarnaast gaan wij ze ook herstellen indien nodig, maar gaan we ook ter plaatse komen bij klanten om advies te geven, maar ook om kleinere herstellingen bij de klanten zelf te doen. Ik
ben inmiddels op de stand van Henkel Nederland. En Aniek, misschien kan jij beginnen om te vertellen wat jullie precies doen. Want Henkel is natuurlijk wereldwijd een grote speler. In meer dan 125 landen hebben wij plants en filialen. En dat is interessant voor bedrijven die ook wereldwijd eenzelfde service willen geven. Maar wij willen ook een sociale verantwoordelijkheid dragen. Als wij een nieuw product op de markt brengen, dan moet dat product ecologischer zijn dan het vorige en natuurlijk wel met betere prestaties. En Mark en Rob, de engineers, jullie kunnen me vast wat vertellen over de innovatie. Een van de vele innovaties die we nu hebben zijn de hybrid lijmen, waarbij de lijm is gecombineerd uit meerdere soorten technologie, waardoor je dus ook de meerdere voordelen kan combineren met elkaar. We luisteren vaak naar de markt en dat kan leiden tot een innovatie. Het kan ook zo zijn dat wij een activiteit zien waarvan wij zeggen, hey, dat is een innovatie voor Henkel. Nou, een van de laatste innovaties die we gedaan hebben, dat noemen wij een composite pipe repair systeem. Waarbij we buizen die aangetast zijn door corrosie weer terug kunnen brengen in hun originele sterkte door het aanbrengen van een composite pipe repair. Dat doen we niet zomaar, we doen ons huiswerk. En dat betekent dat dit gecertificeerde systemen zijn dat voldoen aan de zwaarste eisen en de zwaarste normen. We komen bij de Hogeschool Utrecht. Zij verzorgen verschillende opleidingen en cursussen in de onderhouds- en industriesector. Michel kan ons hier alles over vertellen. Wat is de toegevoegde waarde van een opleiding bij Hogeschool Utrecht voor de werknemer? Nou, voor de werknemer is het natuurlijk zo dat uiteindelijk door het aan kunnen tonen van hun competentie, die ze voor een deel misschien soms al bezitten met een diploma, verhoogt dat de mobiliteit voor de werknemer ook intern. Dus het levert carrièrekansen op. Maar ook dat hij begrip heeft voor wat er fout gaat of hoe hij verbeteringen kan brengen. En dat levert uiteindelijk een tevredener, blijere werknemer op die meer toekomstkansen heeft. En wat is dan de toegevoegde waarde voor de werkgever? Als je investeert in mensen, dan verdient dat zich dubbel en dwars terug. En we hebben in de afgelopen jaren, houden we dat ook bij, wat dan het rendement is voor het bedrijf. En als we dat gaan delen door het bedrag wat de opleiding kost, dan levert dat gewoon een heel groot rendement op. Wat is de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de opleider voor u als professional? Ja, die is natuurlijk heel divers. Wij leiden aan de ene kant als HBO-instelling natuurlijk de voltijdstudenten op en willen graag ook die kennisvalorisatie weer terug laten komen. Daarnaast doen we samen met bedrijven ook onderzoek en dat onderzoek laten we weer teruglopen de bedrijven in. Dus wij leiden eigenlijk met, voor en door bedrijven medewerkers op. Ja, dan is de cirkel weer rond. Geert, waar moet je nou op letten als je een octrooirecht wil vastleggen? Nou, juist omdat die innovatie zo belangrijk is voor een bedrijf, is het echt belangrijk om goede specialisten te gaan en niet te besparen op het aanvragen en het laten schrijven van het octrooi. Omdat als de inhoud van het octrooi eenmaal vast ligt en is ingediend, is dat nagenoeg niet meer te wijzigen. Een belangrijke tip om mee af te sluiten. Hiermee zijn we ook alweer aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van het programma In de Ban Van. Volgende week zijn we weer. Bedankt voor het kijken en tot dan. Oh.